onderzoekt houtwortel vooral suiker, Arabische gom en bloem worden verwerkt. Drop wordt officieel gerangschikt onder de suikerwerken, waartoe bijvoorbeeld ook kauwgom en pepermunt behoren. Dropjes zijn er in tientallen variaties. Met behulp van op ramen aangebrachte gietvormpjes worden in bakken met mais, zetmeel indrukken gemaakt die met de gewenste hoeveelheid van het gekookte dropmengsel worden volgegoten. De bakken gaan vervolgens in een droogoven, waarna de dropjes onder andere nog een glansbehandeling ondergaan. Alleen al in drop, waarvoor de belangstelling ook in het buitenland groeiende is, is in Nederland in het afgelopen jaar voor meer dan 200 miljoen gulden omgezet. Maar dat is nog niets in vergelijking met de verkoop in koekjes, biscuit, banket en aanverwante artikelen. Want die naderden in 1979 de 2 miljard gulden. Een groot artikel is speculaas, die vrijwel geheel machinaal geproduceerd wordt.